Mensen, welkom. We zijn er weer. Zeg Koen gisteravond nog. Wow, sluipschutter staat bij 90k op 2. Eigenlijk slaat het nergens op. Je wordt gewoon door YouTube random gepikt op trending. Is helemaal niet bijzonder dat je op 1 staat. Zei die gisteren gewoon nog, hè? Koen, hoe kun je zo zijn? Die woorden heb ik zeker niet. Nee, oké, maar heb ik even ervan gemaakt. We hebben 5 dagen op 1 gestaan. Doe nou niet zo. Maar ik snap niet hoe je 5 dagen op 1 kan staan en dan eens op 4. Vaak ga je van 1 naar 2, maar wij niet. Ja. Nee, ja, maakt niet uit, joh. Boeien. We gaan vandaag tekenen. Vind je dit leuk? Tekeningen 2 geld van mijn moeder. Oké, daar gaan we. Ik ben gestart. Son. Ronde 1. Ik moet tekenen. Martin moet tekenen. Antonius Tik is Milo. Antonius Tekenarius. En Mark M4RRK is Rob. Ik zou er iemand bij kunnen doen die dit dan zo opspringt. Maar dat doen we vandaag niet. Yes! Zoeken! Jawel! Heerlijk! Jawel! Oh, je bent echt dom! Ik heb al 3 keer treinrails getekend of treinspoor. Besef, ik heb eens het woord geraden, maar ik heb geen idee meer wat ik gezegd heb. Hoe kan dit nou? Het is geen straat, maar een weg. Ja, ik heb al 1000 keer getypt. Weg. Ja, maar het is niet weg. Spoorweg. Spoorweg. Oh mijn god. Ik heb spoor en weg al 10 keer getypt. Yes. Lekker mat. Goed gedaan. Ik ben trots op jou. Geen ladder die op zijn kant ligt. Yes. Gewoon een spoorweg. Wat ik nu aan het tekenen ben is een vlag. Maar ik heb geen idee om dat helemaal uit te doen. Dus dit is de vlag die je even moet bedenken. Ik begrijp hier geen reet van. Wie is dit nou? Welke tekening? Nee, ik snap nu snap ik het. Het was echt een doordenken dit hoor. Die is lekker. Die is lekker. Had ik hem eerder? Ja, want ik vochtig in plaats van vochtig. Vochtige Virgil. Vochtige Virgil. Gewoon goed getekend hoor. Heel vochtig. Ah, dat is een goed begin. Geel. Dat is een heel fijn begin. Even zo in kleuren. Dit is het. Ik ken die kutte van jou. Ik kan best wel een kutje tekenen. Dit is het. Diamant met een D. Diamant. Diamant. Diamant met een D. Diamant. Snap je hem? Corona. Diamant met een T. Corona. Diamant. En dan doe je dit zo. Oh. Kaboom! Limoen. Die is toch niet geel? Limoen is weer niet geel, jongen. Je moeder. Was er een mooie citroen of niet dan? Nee. Ik sta laat? Oh, ik sta niet laat. Antonius Tek staat onder mij. Nee! Hatsa! Hartstikke idee, Antonius Tek. Daar komt hij al. Dit is er eentje die Rob dan weer niet gaat raden. Denk aan die agressiecursus. Het heeft er niks mee te maken. Er komt een E in. Oh, ik zie nou daarboven hoeveel letters en zo het heeft. Dat zie ik nu pas. Oh man. Oké, volgende. Denk aan die agressiecursus. Welke agressiecursus? Die ik heb getypt rechts. Zie toch wat ik geraden heb? Daarna heb ik het goed. Klinkt als. Poepen met een R. Poepen met een R. Poepen. Hé, Rob, je gaat lekker, man. 92 deze punten. Deze is heel simpel. Rob is zo... Ik stond net ook 5 punten voor jou, jongen, Milo. Eentje okay. Geleden. Hé, maar je moeder. Haar? Oh. Haar? Haar. Ik heb het! Yes! Yes! Ja, dit is niet eerlijk. Dat je wel een keer hebt gehad. Ah, je bent slecht. Boe. Een N? Maar Milo, deed je de vorige keer mee? Elvis Presley. Ja. Nee, ik deed de vorige keer niet mee. Hij is een cartoon. Cartoon? Cartoon? Nee, het is niet een cartoon, het is wel een cartoon. Een cartoon, oh! Smurf! Nee, het is haar! Nee. Bruin haar! Bruin haar. Oh, de vriendin van Rob, hoe heet die? Nee! Heerlijk. Oh, één score te laat! Hoezo krijg ik zoveel minder punten dan DNP, terwijl ik ongeveer tegelijk was? Ah, jullie zien mijn antwoord! Omdat dat je niet weet hoe je het niet wist. Maar hoezo krijg hoe bepalen ze de punten van de tekenaar? Ja, die moet je zo snel mogelijk doen. Mij geven ze gewoon punten, ik ben gewoon heel goed. Hey, lekker. Oh, hallo, ik loop ver achter. Ik zie nu pas het cirkeltje. Ja, die zag ik ook niet. Je moet gewoon goed kijken. Ja, maar gast, bij mij lekt het. Ja, we gaan nu smoesjes bedenken, oké. Ja, gewoon nu smoesjes bedenken. Ja, gaan we zo doen. Maar ik doe best zo. Ik zweer het. Het is voor niemand leuk als je zo gaat doen, hè? Hatsa! Hatsa Kree! Oh, ik heb hem niet eens. Kees in de Klauw. Tibook Island. Tessel! Hij zegt Tessel. Hij zegt gewoon Tessel. Het zijn allemaal huidschilfers. Hatsa! Hatsa Kree! Hatsa Kree! Easy, man. Boom, 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 boom. Easy. Ik echt zo snel. Oh ja, vooral Griekenland ziek. Oh, dit is Rob. Dit is echt vet. Dit is Rob. Rob tijdens ons laatste avondmaal. En dan vooral heel veel bier uit het glas wat witte wijn bleek te zijn. Maar het gaat natuurlijk, zoals jullie allemaal weten, om... Huh? Ja, de spelling is heel raar. Dus het tweede gedeelte van het woord is gewoon de Nederlandse manier geschreven. Hatsa! Hatsi! Hey, Cash in the Cloud! Hatsi idee! Ja, oké. Hoeba, 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 haps. Het is niet HBO, maar als je iets slimmer bent dan de rest. Oh, gaat hij het nu voor zeggen? Wat een enge gast. Wat een enge gast. Oh, ze hebben geen idee. Voor Rob is niks anders dan HBO. Het is een HBO, maar ik heb echt geen idee. Unibrouw is geloof. Met OU. Brouw met OU. Brouw met een O. Brouw met een O. Brouw. Koppositie. Koppositie. Denk aan deze grote schaar. Denk aan die schorpioen. Schorpioen. Krap. Ik heb nog nooit geweten dat beest 8 poten heeft. Hé Rob, ik heb nooit geweten dat jij zo'n ventje was. Dit is mijn sterrenbeeld. Mijn sterrenbeeld. Kreeft. Welk insect is rood? Een kreeft? Ja. Oké,
Als je aan het rijden bent, dan is het of een vrouw of een... Man. Als je met iets doms doet. Hatsa! Ja. Is dat lekker? Is dat lekker? Ik kon niet meer helpen. Als je met een fout maakt in het verkeer, is het of een vrouw of een... Niet meer helpen. Oh, heerlijk. Oh, debiel. Monogol. Oh, dat is lekker. Dat zijn punten. Cash in the cloud. Een fossiel. Wie denkt dat? Leeuw. Ja. Ondanks de laatste cheatronde. Rustig gewonnen. Hoe noemen wij dit? Dit zijn video's. Hoe noemen wij die? Size in de buurt. Hoe noemen wij zijn persoonlijkheid in het algemeen? Hartstikke idee! Huh? Ja, die weet erop weer natuurlijk helemaal niet. Moet weer over nadenken. Dit is natuurlijk een niet-Nederlands woord. Moet weer meer nadenken dan puur wat er alleen staat. Ja, de C weet ik. Ik kan het hele woord zien. Begin met een K. Cringe. Wat is je talent? Dit is een vrouw. Bij vrouw wist ik het. Het gaat om dit. Nee, je zou in principe nog hier een poppetje kunnen tekenen. Rob lagt zo hard bij mij, jongen. Rob zijn tekendingen. Hè? Poppetje en die doet zo. Waarom gaat bij jouw poppetjes de ruggengraat door? Dit is de... Niet bro, wil jij nou? Nergens op dit. Zwarte gat! Die binnenkant van je darmen is hartstikke roze. Het is een koe. Zebrapaardje. Is dit nou? Ja! Het is een heel ondeugende, maar lieve hond. Samson. Anton. Ja, leuk. Dommatier! Die heeft toch van die stippen? De enige letter die gegeven is, is het A. Dommatier! Dit is al niet normaal. Dommatier! Die A stond. Die A stond er ook gewoon al. Schrijft, jongen. Gast, die A stond er al gegeven als tweede letter. Ah, dan kijk ik helemaal niet naar. Oh, oké. Zou ik... Dommatier. Dom. Holy shit. Dommatier. Hup. Is dit een piemel? Gast. Oh, mijn god. Al twee keer pijp had ik gezegd, Rob. Hoeveel meer punten krijg je? Oké, dit is gewoon lekker getekend, hoor, dit. Maar dit is ook... Ik heb nu helemaal geen veel punten, relatief. Dus ik wel gewoon goed tekenen. Nou. Maar kijk, ik krijg nog helemaal niet veel punten eigenlijk. Hatsa! Hey, Rob en Toon, Thomas hier. Ken je het lied? Duur. Die hebben gisteren de hele tijd... Graag maar die hut. Klote, ik typ de Noord, hè. Zuid, super duur. Lekker duur. Nee, Noord. Ik had Noord. Het zijn toch vier letters en Zuid toch ook? Wat doe je nou stoer? Uit. Oh, Noord is vijf letters. Maar ik bedoel... Ik had die letters. Ja, ik kijk daar helemaal niet naar die letters. Oh, dan zou ik een keer wel gaan doen als je keer niet helemaal dik onderaan wil eindigen. Hoezo? Ik sta maar een paar punten achter. Ja, nu wel, omdat we net begonnen zijn. Maar dat kan dus niet. Huh? Boom! Hè? Boom! Accordeon. Oh, dat is met een E! Ik had een I de hele tijd. Accordeon met een I. Accordeon. Hè? Doe je nou weg? Ja, omdat jullie er blijkbaar gereden te snappen, moet jullie echt dom zijn. Oh, dat zal het zijn, ja. Oké, dankjewel. Bij mij is dit paars, dan ligt het aan mijn beeld. Ja, bij mij is het hartstikke blauw. Nou, dan ligt het echt aan, bij mij is het echt paars. Maar ik mag iets zeggen, Milo, je doet ons stoer, maar je hebt het helemaal verkeerd omgetekend, toch? Bro, dat is geen euro. Ja, dat deed hij net toch ook, hoor. En dan lachen jullie mij uit. Hij moet het niet te makkelijk maken, ze moeten het niet te makkelijk maken. Ja, schei uit, man. Schei uit, idioot. Deze man tegen het euro teken verkeerd op. En net speelde je accordeon met dubbel K. En als ik dan een keer domatie met een O doe, zoals je het zegt, doe je stoer. Ja, maar bij mij... Nee, ja, domatier. Bij mij stond die letter al niet gegeven. Gast, wat is een octopus die massage geeft? Denk aan die octopus. Nee, je moet je... Jij hebt nog nooit een regel. Je ook zo... En dan op die voet. Dit is Twister. Dat spel ken je toch wel? Gast. Masseren. Ja. Maar weet je ook, nou loopt mat met ver op mij uit. Omdat jij die kan tegen, dat is toch de straf die je dan krijgt. Die DNP gaat winnen. Hè? Hoppa! Hoe kan dit nou nu al? Hè? Ah, je bent echt dom. Sukkel. Goed getekend. Dit is echt goed getekend. Wat staat hier? Zie je dat niet? Ja, kijk, je moet... Alleen maar stippen. Je had ook dat ding in een andere kleur kunnen doen, Koen, het object. Er is helemaal geen object wat er getekend is. Ik zeg maar puntjes. Dat is een object. Dat is een object. Het rooi is een object, daar gaan we. Het rooi is een object? Ja, dat is een object wat je moet raden. Een driehoek in de lucht. Je gaat er niet naar mijn tips luisteren. Ja, inderdaad. Oh, ik heb inderdaad. Hem een driehoek in de lucht. Yes! Oh, is het nu net afgelopen? Koen, ik heb nooit in mijn leven zo slecht een boomerang zien tekenen. Je zegt letterlijk, oh, een driehoek in de lucht. Ja, dat is het. Ja, geen driehoek. Dat is het precies. Dit is iemand zijn rug. Nee, dit zijn zijn benen. Wat is dit? Gewoon Bill met dubbel B. Ja, Bill is heel dicht in de buurt. En dat is een nette woord. Een nette woord hiervoor. Hoppa! Dikke akka, veel grip.
Gast. Sanka. Gast. Oh mijn god. Bips. 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 De bips. Hoe kun je dit niet zien? Dus je moet wel een soort werkwoord van maken, want anders klopt het niet. Wat lul je? Hij lult weer. Hij zit zo te lullen. Het is zo'n ongelooflijk pisventje. Verkeerspaal. Verkeerslicht. Maar kijk, nu lig ik dus achter op Matt, omdat ik het goed heb getekend en hij al één ding heeft gedaan. Het maar. Is toch iets moeilijk? Een koe. Rob heeft het heel moeilijk. Ja. Rob heeft het heel moeilijk. denk aan die tippels, die nippels, Rob. Is jij stip of niet? Nee, je hebt toch verschillende soorten koeën? Je hebt ook nog een stier. Koeën? Je hebt ook nog een... Ram, heb je ook nog ram? Ja, bok. Je hebt ook nog een uier en een stier. Uier. Hoe kan je uier niet weten? Ja, omdat ik toch koe deed. Jij wist verkeerslicht ook niet. Nee, stoplicht wel. Ik wist wel wat het was. Ik wist alleen het andere woord ervan. Ja, ik wist ook dat het een koe was. Ik wist alleen niet dat het om de uier ging. Nee, het was een uier, niet een koe. Het ging helemaal niet om de koe. Ja, maar dan weet ik. Zet er dan een pijl naartoe. Ik weet ook wel dat het een uier eet. Komt u maar, kom. Ik hoef niks te zeggen. Ik moet jij zelf zeggen. Ik ga niks tekenen. Het enige wat ik zeg is... Robby in dit spel. Gast, hey Milo. Ja. Ik gokte specht en er stond er You are close. Dat is het eerste. Ja. Lekker. Oh my god. Lekker. Staat er dan bij dat het close is? Ja. Ik had het met mijn accordeon 400.000 keer. Oh, maar jullie zien niet dat het close is, toch? Nee, dat zien wij niet. Ik zie niet dat het close is. Oh, zee! Denk aan Matthijs! Lekker geil dit! Andor van Haren. Jij zegt het dan meteen, gast. Weer laatste. Door dit ben ik laatste. Door dit is Rob laatste. Dus niks met de banaan te maken, weet je nu al. Het heeft echt niks met de banaan zeker te maken. Zeker alles met hem. Alles van de banaan is dit. Maar kijk, je kan ook gewoon het andere fruit tekenen en dan niet die banaan. Maar hij gaat weer leuk doen. Oké, wil ik het andere fruit tekenen? Ja, doe maar het andere fruit. Oké, dit is een groene citroen. Hoe kun je ze nou niet hebben? Hoe kun je ze nou niet hebben? Allebei de fruit hebben iets gemeen. Citroen en banaan. Mensen, bedankt voor het kijken. De groeten en dankjewel voor het meedoen. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals en het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling. Zij koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in.